Goedendag. Deze donderdagochtend laat toch echt wel een beetje aan de zomer denken in een deel van het land. Want de dag begon droog en de zon had zomaar op veel plaatsen volop de ruimte. Maar in het noorden van het land denken ze daar toch nog wel anders over. Op de satellietbeelden zien we daar nog wel wat wolkenvelden voorkomen. Voor de rest ligt heel het land deze ochtend mooi in de zon. Maar op de laatste beelden zien we ook stapelwolken vanuit België ontstaan. Hier zien we het gebeuren. En vanmiddag zal dan het weerbeeld ook niet overal echt super zonnig meer zijn. Echt wel typisch Hollands weer met een afwisseling van stapelwolken en zon. Maar daarbij blijft het op de meeste plaatsen wel droog, staat er niet al te veel wind en ligt de temperatuur echt wel hoger dan de voorgaande dagen. Echt al een stukje beter. En op de computeranimatie zien we dat ook mooi terug. Nederland vandaag grotendeels droog, maar we zien boven de Britse eilanden ook alweer een storing klaar liggen. Daar krijgen we in de loop van de nacht alweer mee te maken. En de komende dagen zal het dan ook echt wel een stukje wisselvalliger worden. Maar met dat lage drukgebied in de buurt draait de wind wel naar het zuidwesten en is het relatief milder dan de voorgaande dagen. Maar we zien het hier gebeuren. Morgen en ook overmorgen een aantal buiengebieden die over het land trekken. En wat verder opvalt is dat de isobaren van gelijke luchtdruk soms wat meer op elkaar liggen en daardoor staat er ook af en toe echt wel wat meer wind. Maar vandaag dus nog niet. Vandaag echt wel vriendelijk en rustig weer in het land. Na een vrij zonnige ochtend in het midden en zuiden van het land ontstaan er overal stapelwolken en misschien dat een hele enkele stapelwolk nog een buienstadium in het noorden van het land bereikt. Maar veruit de meeste plaatsen dus droog en bij 16 tot 19 graden echt geen verkeerd juniweer. En vanavond raakt het dan geleidelijk aan bewolkt op nadering van die storing. Blijft nog wel droog en in het noorden van het land kan de zon nog af en toe doorbreken. Uiteindelijk raakt het overal bewolkt en volgt dus vanuit het westen een band met wat lichte regen of wat buige regen. Die trekt richting de ochtend naar het noorden tot noordoosten en voor die tijd weet het nog af te koelen naar een graad of 11. En morgenochtend trekt die band met wat lichte regen en buien snel weg naar het noordoosten. Komt de zon vanuit het zuiden steeds vaker bij, maar zullen ook een paar stapelwolken ontstaan. En wat verder opvalt is dat de zuidwestenwind wat meer aantrekt. Veelal kracht 4 of 5 en daarbij wordt het 18 of 19 graden. Op zich geen verkeerd weer, maar niet helemaal droog dus. En ook de zaterdag verloopt absoluut niet droog. We hebben te maken met een afwisseling van buien, soms wat zon. En de temperatuur ligt met 18 graden op best wel een comfortabel niveau. Maar die wind is dus wel een ding. En aan de kust kan soms kracht 6 of zelfs even 7 komen te staan. En ook na het weekend zien we dat er elke dag wel wat buien blijven vallen. Maar de temperatuur die gaat wel verder de lift in. We komen weer in de 20 graden terecht en ook in de pluim. Zien we dan dat die kans op zomerse temperaturen misschien langer op termijn zomaar een keer toenemen. Ik wens u een fijne dag.